Twee van deze. Ik kan niet meer, Shay. Ik kan niet meer. Wacht op mij, wacht op mij. Goedemorgen, het is een nieuwe dag in Curaçao. En wij gaan naar het dierenasiel. Oh, wat een hobbly, bobbly rood. Even naar de beestjes. Jij doet het al vaker in Ibiza. Ik ben in Ibiza bij het asiel geweest in Kaapstad. En nu gaan we even in Curaçao. En er zijn best wel veel en het is hier dramatisch. Met de hondjes. Het is echt zo erg. Wij schokken gewoon. Ja. Jij las even een artikel. En het is hier dus, als je hondjes hebben die binnen 4 dagen geen nieuw baas hebben, worden ze gewoon ingeslapen. Ja, het is echt nogal druk hier, joh. Bezoekersuur. Je mag ja. In het weekend 2 uurtjes komen knuffelen. Ja, dat is zo leuk. Ik ben heel erg benieuwd wat die hondjes zijn. Hey. Deze honden worden gewoon best wel veel gejat hier op het eiland. Dat is... Ja, wat de hel. Het zijn ook echt coole beesten. Ja, het zijn echt beren. En deze wil je natuurlijk wel gewoon bij je hek hebben staan, want er komt helemaal niemand binnen. Nou, hoe moet je dit nou ook jatten? Ja, kom mee. Kom mee. Ja, gaat even mee. Ja. Oh, kijk nou. Hi, mama. Oh. Ach, gossie. Paniek in de tent. Hallo, doe eens even rustig. Mijn god. Je heeft zijn spot gevonden, hoor. Kijk dat pootje. Hij doet het nog voorzichtig. Kijk nou. Oh, wat lekker. Oh. Nee. Oh, dit is helemaal zijn spot. Dit zijn de stoere mannen. Oh, kijk nou. Dit is zo... Ja, ja. Deze is echt zo cute. Heel lieverd. Heel klein, knap. Hallo, schatje. Hallo. Hi. Hij is zo toetig. Ik zit helemaal onder de haren, de pis. Ja, ik zei het tegen jou. En dit is allemaal prima. Het is allemaal prima. Hè? Dit is allemaal prima. Zo, dit was mooi. Wat cute. Je kon wel alleen maar met de puppy's knuffelen. En jij kon normaal ook met de grotere, hè? Ja, ook. Ik ga wel eerst. Oh ja. De andere asiels waar ik ben geweest, mocht je wel ook met de knuffelen. Ja, die hebben juist zo behoefte aan koelen. Maar ik snap, het is ook wel wat riskanter, want die hebben vaak trauma's. Ja, en die oudjes, die komen niet zo makkelijk weg als die jongeren, hè? Nee. Maar ik zal even een link in mijn bio of hieronder zetten, dat jullie even kunnen kijken naar hun pagina. En je kan dus ook gewoon adopteren en ze laten importeren naar Nederland. Dus dat ken ik ook gewoon. We gaan even bij Pirate Bay eten, wat naast de visserij zit. Want de visserij heeft zo'n zieke rij. En ik heb hier 2 jaar geleden dus ook gegeten. En dit is ook echt een aanraaier. Hij zit hier echt hier fantastisch, dat ten eerste. Maar ik ben zo benieuwd, want dit moet hier toch wel echt mega lekker zijn. Mijn moeder kan het lekker maken, die nasi. Maar als je het hier bestelt, of hebben we nu de druk erg hoog liggen? Ja, misschien wel. Misschien wel, hè? En dan heb ik een pokeball. Ja, hier heb ik even naar Hawaii op en neer gelopen. Prachtig uitzicht. We zitten nu aan de goede kant van het bruggetje. We zijn weer op de brug. En we gaan even onderweg naar Mambo Beach. Want daar kan je leuk shoppen. Ja. En we hebben even onze zinnen gezet op een leuke kimono. Ja, we hebben zin om een leuke kimono te kopen. Voor over de bikinis. Juist, want we gaan naar Fuik. En daar heb ik zoveel zin in. Ik ben heel benieuwd. Ja, dat doet me een beetje aan... Nou, het is waarschijnlijk niet zoals in Friesland. Maar in Friesland haken we ook heel vaak met boten aan als het mooi weer is. Ja, doe wel. En dat is zo gezellig. Ja. Ik heb dan allemaal... Ineens heeft iedereen een boot. Ja. Dus het op jacht naar een kimono. En wellicht wel een leuk souvenir. Weet je wat alleen wat het probleem is? Als je echt naar iets op zoek gaat, vind je dan vind je het niet. Dus we zijn niet op zoek naar kimono's. Nee, wij gaan gewoon blind shoppen. Juist. Ja, ik heb dit dus net al opgenomen. Alleen ik bleef hangen met mijn jurk aan de deur. En toen waren de titties bloot. Dus voordat Evan hele funzige video's krijgt. Peggy 18. Film ik het gewoon nog even een keertje. We zijn aan het klaarmaken. En we hebben beide een beetje zo van... not feeling very, very, very good. Zo van, oké, ik hoef nu geen strakke kleding aan. Soms voel je dat helemaal. Nou, dat voelden we beide niet. Maar dan staat, als je je niet zo lekker in je vel voelt... Dat had ik vooral eigenlijk...
vuil voelt, dat het niet zo lekker in je lichaam, dan staat niks ook echt mooi. Dus ik heb deze prachtige jurk van Shein mogen lenen. En nu kan ik gewoon zwanger zijn in dit jurkje, zonder dat iemand het doorheeft en het allemaal ziet. Geweldig! Tijd voor rode wijn en we gaan naar Saint-Tropez! Oh, wat een mooie barclub. Wat is het precies? Het ziet er wel heel chic de vriemel uit. Hoe doe ik dit nou weer? Godverdomme! Shay vindt het heel awkward als ik nu ga vloggen. Maar dat gaan we gewoon doen. Eerlijk, dit was heel erg leuk. Dit was heel erg leuk. En Danny heeft mij te kakken gezet. Ja, luister dan. Er was een chick foto's aan het maken. Die komt naar mij toe. Die zegt, oh mijn god, kijk hoe leuke foto dit is. Geweldig. Ik zweer het verschrikkelijkste foto ooit. En toen sloeg ik dat glas kapot. Oei, oei, oei. Nee, trouwens, ik sloeg hem niet kapot. Ik zet hem gewoon neer. Jawel. Passief agressief zijn. Passief agressief. Ja, omdat jij even die meid een goed gevoel hebt gegeven. Dat het een leuke foto was. Maar ik stond er hartstikke slecht op. Wat een katten van jongens, hè. Maar welke bar gaan wij nu? Bar P hier om de hoek. Oké, leuk. Walgelijke wanvertoning is dit, zeg. Nou echt, als ik er zo bij heb gestaan in die fucking club. Nee, het was echt leuk. Het verbaast me hoe leuk de muziek hier is. Dat is echt niet normaal. En iedereen kan bizar goed dansen. Je ziet wel wie de Hollanders zijn en die niet. Maar het is zo leuk. Echt fantastisch. Wij gaan even een lekker make-upje eraf halen en tukken, want ik ben moe. Goedemorgen, goedemorgen. Het is weer een prachtige dag. En ik loop er even als Pipo bij. Of Pipo, nee, jullie weten, ik hou hiervan. Ik voel me net zo'n vogeltje met van die groene voetjes. Tijd om even naar een soort shoppingmall te gaan. De Carrefour Market! Vorig jaar was ik dus met Anne. Anna was ook mee naar Curaçao. En gingen we lekker springen met onze ex-vriendjes. Dat was echt superleuk. Ik ga echt dood als wij met zo'n ding door deze mall gaan. Dit is toch fantastisch? Oh mijn god, ze hebben echt ook... Kan dat? Ja, denk het wel. Dat is een scoopmobiel. Ik kan niet meer hoor. We hebben twee van deze. Hey Van, je snapt natuurlijk wel dat er nu slow-mo shots aan gaan komen, hè? Let's go. Everybody on the face shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing shit. Oh my god. Dit gaat al mijn hart op. Dit gaat mijn hart op. Thank you. Oké, we zien you over een hour. Ik kan niet meer, Shay. Ik kan niet meer. Wacht op mij, wacht op mij. Maar dit is lekker. Dit moeten ze ook in al die grote winkelcentra's hebben. Dit is toch fantastisch? Even serieus. Ik kan ook niet hoe jij op dat dingetje zit. Want het lijkt echt alsof je het nodig hebt. De beveiliger van het winkelcentrum is volledig aan het uitlachen. Heeft hij wel een punt? Ik ga een stuk, we krijgen een lolly. Deze man dacht, nou, deze zijn geestelijk misschien nog net 3. Dus wil jullie een lolly? Ja, maar je kan lachen. Heel veel mensen zaten echt zo als we langs reden. Oh, dat wil ik echt doen, ja. Hoor één keer deze muziek in de supermarkt. Dat is toch geweldig? I love it. Ik snap wel dat mensen hier altijd vrolijk zijn. Ik zie niet vaak in het buitenland dat we zoveel groente en fruit hebben. I love it. Dit lijkt gewoon net alsof ze dit zelf gewoon thuis hebben gemaakt en hier in de supermarkt verkopen. Pineapple, coconut. Er staat ook helemaal niet echt voedingswaarde of wat dan ook op. Het zijn allemaal dezelfde bakjes. Maar hier is Hokey Pokey. Hoe de hel zou Hokey Pokey smaken? De stront. Ongelooflijk. Ons huisje is lekker schoon. Oh, nou, dat was ook van korte duur. Kort en tot. Oh, shit. Maar ik ga Hokey Pokey. Ga ik even proeven. Holy guacamole. Holy Pokey. Het is wel lekker, maar een beetje milkshake. Geweldig! Another day, another get ready with me. Niet dat ik al eentje heb gefilmd hier. Ik ga me klaarmaken, want vandaag gaan we echt iets zo leuks doen. We gaan met Fuik mee en daar heb ik heel vaak al iets over gehoord. Fuik gaan dan, volgens mij, zijn haven. Dan gaat iedereen aanhaken op boten en zo. En je hebt ook Fuikdag en dat is één gek huis. Maar hier, elke zondag gaat iedereen helemaal los daar. Dus ik ben benieuwd. We gaan het zien. We hebben vanochtend gesport. Very proud of myself. Ik heb nu al 3 keer hier zeg maar zelf gesport. Dat moet ook wel, want
Anders voel ik me gewoon zo... Maar in de zon is het niet normaal hoe stijf je wordt. Ik snap het niet. Ik snap het gewoon niet. Maar ik voel me echt een stijve hark. Ik heb zo'n mascara of zo'n wimperlift gedaan. Zo mooi, zo blij mee. Echt aanrader voor iedereen als je op vakantie gaat. Gewoon een wimperliftje erop knallen. Dat is zoveel beter. Opgemaakt en wel. En ik heb dus gisteren in dat boutiqueje... Was dat gisteren? Geen idee. Je weet dat je echt vakantie hebt als je de dagen vergeet. En weet niet meer weet wat je hebt gedaan. Heb ik dit badpakje gekocht. Hoe cute is deze? En zo'n rok, zodat je niet helemaal in je blote kontje staat daar. Dus het is tijd om te gaan. Deze zonnebril voor de show op. Want deze staat alleen leuk zo en niet zo. Dit zijn de leuke dingen van het leven. Deze meneer neemt ons mee op zijn bootje in buik. Zo leuk. Ga je elke zondag bijna? Ik ben nu al 5 weken niet gegaan. Oh, dit is ook jouw ontgroening bijna. Als je 5 weken niet bent geweest, dan moet je weer inkomen. Ik heb zo vaak iets over Fuik gehoord. En nu gaan we het meemaken. Ik heb er zoveel zin in. Shay vroeg, hoe lang is het nou rijden van het ene punt van Curaçao naar het andere punt? Nou, wij dachten 40 minuutjes ongeveer. Ja, ik dacht max een uurtje. Ja, van Jan Tiel, dus de laatste plek waar je een beetje kan zijn als toerist, ja, tot aan Westpunt is 45 minuten. Oh ja. Maar ja, dan heb je zeker nog een half uur of 40 minuten van eiland de andere kant op waar niks is. Dus daar heb je geen weg. Wat? Na die berg? Ja, na die berg vind je zeker nog een half uur heb je niemandsland. Daar is niks. Maar dat is van één persoon? Dat is van één persoon. Maar woont hij daar ook? Of? Nee, dat is gewoon van iemand. Dat heeft iemand gewoon van, nou, dit is van mij en dan komt niemand. Familie en dat is van hun. Wat de hel? Santa Barbara Resort, dat heb je hier. En daarna zie je, er is helemaal niks meer gebouwd voor dat hele stuk. Dus ja, een kwart van het eiland is gewoon leeg. Wat de hel? Ja, dat heeft dan ook wel weer. Ik ook niet. Jezus, met hoeveel gaan wij weg? Dit slaat nergens op. Ik benoemde dit net als bootje. Ik schaam me nu dood. Ik bedoel het niet als bootje, het is gewoon cute. Boot. Cute boot. Je maakt het nog steeds niet goed door cute te zeggen. Oké, een mega stoere, grote, gave boot. We zijn aangemeerd. Het is nog best wel rustig. Maar ik ga gewoon leuke shortjes maken. Even knippen. Shortjes gaan we zeker. Ja, dat ook. Ja, wat? Maar over een half uur kan ik waarschijnlijk toch al niet meer praten. En de muziek is best wel heftig. Dus hier wat copyright. Leuke copyright. Hier wat leuke filmpjes. Wat leuke clips. Deze mannen zijn heerlijk barbecue aan het fixen. Wij gaan even zwemmen, hè? Ja, mijn haar is soort van half nat, half dat. Nou, mijn is gewoon helemaal goor. Het is echt, niemand wil... Ja, je kan gewoon frituren, maar als we frituur willen... Dan kennen we gewoon in mijn haar, Joen. Goed verhaal. We zijn terug van Fuik. En dit was leuk. Het was best rustig, zeiden ze. Maar dat vond ik ook niet zo erg. We hebben echt genoten. En ik had verwacht dat ik meer aangeschoten of dronken zou zijn. Maar helemaal niet. Ik voel me best nuchter. Behalve dat ik echt barstende koppijn heb. Maar ja, wat wil je als je de hele dag in die brandende zon zit, weet je? Die kan je dan ook gewoon krijgen. Dus ik ga lekker slapen. En of ik hoofdpijn heb? Ja. Jongens, barstende koppijn. Je begint natuurlijk al best wel vroeg met drinken. Dus ik heb nu al een hele dag kater. Maar oké, it's a new day. Ik heb er helemaal zin in. We hebben het ijskoffietje, hoor. Oh, lekker. Ik ben zo aan het genieten hoor, jongens. Het is niet normaal. Nou, dat het zulk mooi weer is de hele tijd. Ik met zulke leuke mensen om me heen ben. En ik ongelooflijke koppijn heb. Ik ga jullie even wat bikinis van mij laten zien. Wat ik mee heb. Ik heb nog nooit zoveel bikinis meegenomen. Dit slaat echt helemaal nergens op. Dat kan toch niet? Nee. Ik had vroeger maar 2 bikinis. En het was van een heel goedkoop merk. En er deed ik 3 zomers mee. En nu, omdat deze geweldige merken mij bikinis opsturen, heb ik heel veel bikinis. En I'm feeling good it. Dus ik ga ze jullie eventjes laten zien. Eigenlijk heb ik bikinis van maar 2 merken. Gisteren dat het badpakje was van een ander merkje. Gewoon een boutique hier. Schrikkelijk duur. Er zat geen prijskaartje aan. Toen ging ik het afrekenen. Toen dacht ik,
En voor Fuik, eerlijk, als je naar Fuik gaat, je hoeft echt niet je mooiste badpakje aan. Iedereen staat daar gewoon in de simpelste badpakjes en dat soort dingen. Dus daarvoor hoef je het niet te doen. Ik dacht, ik moet echt chic de vriemel gaan. Absoluut niet. Als eerste deze. Deze is van Bayou. En oh mijn god, ik hou van Bayou met hun bikinis. Dat zijn de eerste bikinis waar ik me echt chill in heb gevoeld. En dit is knap. Maar deze heeft echt zo'n cute dingetje hier. Gewoon touwtjes achter. Nummer 1. Ik dacht dus dat dit me niet echt stond. Maar eigenlijk is het een van mijn favoriete bikinis. Deze bikini had ik vorig jaar ook al. Echt, ik heb hierin geleefd. En surprise, surprise. Ook in het roze. Dan niet alleen. Nee, ook nog in pantenprint. Hoe heerlijk. Geweldig. En zo'n rockie. En dat is natuurlijk echt super cute om dan zo op te knopen. Zoiets. Cute, toch? Dan ook nog deze. En hoe leuk is dit ook met dat bandrokje. I love it. Deze knoopje zeg maar gewoon zo. En hij is niet halter, maar hij zit als een soort BH. Maar dat is niet de enige top die ik bij dit broekje heb. Nee, ik heb er nog een. Deze kan je op meerdere manieren dragen. Want hier zit van die zo'n randje. Waardoor je hem zo kan knopen. Maar ook zo. En deze bovenkant is iets breder. Maar hoe ik hem mooi vind om te dragen, wat ze ook op de site hebben. 1 keer twisten hier. En dan deze dingetjes wat lager. Zodat hij zo zit. Ja. En dit badpakje dus van gisteren. Ja, I love badpakjes. Ook gewoon die rug vind ik mooi. Ja, ik heb altijd iets met mijn buik. Ik vind dat gewoon niet heel chill. Dus als er een badpakje is, dan denk ik, let's go. En nu zou je bijna wel denken, Marijn. Is het nu eindelijk klaar? Nee. I'm sorry. Want we hebben nog een badpakje. En deze. Oh mijn god. Deze is van de Lola Club. Ik kwam deze online tegen en ik werd instant verliefd. Ik stuurde hem een DM van. Hey, zou je het leuk vinden om wat op te sturen? Soms vraag ik dat gewoon zelf. Soms komen mensen bij mij. Maar ze volgden me al. Dus toen durfde ik het te vragen. Toen waren ze zo lief. Ze hebben het gewoon bij mijn huis gebracht. What the hell. Maar dit broekje zit ook weer fantastisch mooi. Heeft zo'n crunch. En dan. Je kon nog mooier. Super zeg. Dan deze. En deze is zo cute. Kijk nou. En natuurlijk is dit ook gewoon een bikinibroekje. Maar dat rokje hadden ze erbij gedaan. En dat is niet normaal cute, toch? Hoe schattig is deze kleurencombinatie? I love it. En de allerlaatste. Deze groene. Ah, isn't she lovely? Heel chill als die touwtjes zitten. Want dan kan je natuurlijk zelf gewoon bepalen hoe strak je dat broekje wil. I think she's cute. Nu bepaal ik dan toch weer van mezelf, hè? Ongekend. Sheda zegt ook tegen mij, ik ken niemand die zo onhandig is. Gisteren heb ik dit flesje laten vallen op de grond, waardoor hier allemaal olie lag. Fun. Oké. Dit ben ik gewoon dagelijks aan het doen. Onhandig zijn en dan mijn eigen mes weer op moeten ruimen. Ongelooflijk. En weet je wat pas ongelooflijk is, Marijn? Dat je de outro bent vergeten. Dus daarom doe ik het maar. Dus mensen, bedankt voor het kijken naar deze vlog. Like even, abonneer even, want die 50k die komt eraan. Dus let's go. En dan zien we jou weer bij de volgende vlog. Adios. Nou, mijn kuif is er ook meteen bij. Geweldig.